En een hele discussie over wat is fair naar je mensen. Omdat je natuurlijk toch verschillende groepen creëert. Je wil niet alleen dat het een goed pensioen is voor mensen, maar je wil ook dat het fair is tussen de verschillende groepen. En dat is een onderwerp op zich. Je luistert naar De Pensioenpuzzel. Een podcast van E.ON over de wet toekomst pensioenen, de WTP. De nieuwe pensioenwet is al van start gegaan. Veel werkgevers realiseren zich nog niet dat ook zij een behoorlijke rol spelen in de transitie naar het nieuwe stelsel. Of ze denken dat ze er nog ruim de tijd voor hebben. Maar dat is een misvatting. Wat kun je en moet je nu al doen om straks niet in de problemen te komen? In deze podcastserie geeft E.ON-expert Frank Driessen antwoord op deze vragen. Hij gaat in gesprek met verschillende deskundigen en met werkgevers die al gestart zijn. Waar lopen zij in praktijk tegenaan? En wat zijn de juiste oplossingen? In deze aflevering spreken we met Erik Kramer, Country Manager bij WPP. En met Ellen Matthiessen, Client Consultant bij E.ON. Zij gaan in gesprek over wat er allemaal komt kijken bij de nieuwe WTP en zoomen in op het thema compensatie. Welkom luisteraars bij deze derde podcast. En het gaat over compensatie in het kader van de wet toekomst pensioenen. En ik heb hier aan tafel zitten Erik en Ellen. Voordat ik inga op de thematieken die rond compensatie hier in deze podcast willen gaan spreken. Erik, WPP, waar jij de country manager bent hier in Nederland. Waar staat WPP voor? Maar ik kan me voorstellen dat veel luisteraars WPP misschien niet direct kennen. Ten eerste dank je wel dat je me hiervoor uitgenodigd hebt. En inderdaad, ik leid WPP in Nederland. En wij zijn een marketing services bedrijf. En dat betekent dat we reclames maken, dat we media inkopen, dat we marktonderzoek doen, dus dat we verpakkingen ontwerpen. Eigenlijk alles wat een bedrijf nodig heeft om zijn diensten of producten aan de markt te brengen. Daar hebben ze vaak een eigen afdeling voor. En daar huren ze vaak bedrijven voor in om zich daarbij te laten helpen. En zo'n bedrijf zijn wij. En dat doen we wereldwijd. En dan zijn we het grootste. En ook in Nederland zijn we het grootste bedrijf die dat voor hele grote klanten en hele bekende grote merken doet. Helder, ja. En Ellen, ja, we gaan het zo dadelijk hebben over compensatie, maar toch wel iets vooruitlopend daarop. Waarom is eigenlijk, als je het hebt over compensatie binnen het thema pensioenen, toch wel een beladen of misschien complex thema? Hoe komt dat? Als we het hebben over compensatie, gaat het eigenlijk over iets in de toekomst, wat je gaat compenseren. En het lastige is, je gaat wel vanaf nu, dit moment, bepalen, ga je die compensatie doen en op basis van welke uitgangspunten? En dat is natuurlijk voor de deelnemer, individuele deelnemer, ja, toch moeilijk voor te stellen wat er nu gebeurt, wat het effect is voor de toekomst. Maar ja, daar gaat het wel om. In deze podcast willen we een aantal thema's toch wel aan de orde brengen in het kader van compensatie. Zoals welke afwegingen spelen er nou om wel of niet te compenseren? En hoe ga je dan compenseren? En ja, hoe zit het in de rol als werkgever ook, zal ik maar zeggen, naar je medezeggenschap? En ik denk dat de luisteraars ook nog graag misschien wat tips willen meekrijgen van jullie als het gaat over dit thema. Hey Erik, voor jou. Het unieke van WPP is eigenlijk, jullie zijn al overgestapt in 2022 naar een vlakke premie voor al jullie werknemers. Voor de toekomst, hè, dan praat ik over nieuwe werknemers. Maar toch willen jullie verder kijken om ook nog voor de bestaande werknemers iedereen over te laten stappen naar een vlakke premie. Vertel eens even de context. Waarom kijken jullie daar verder naar? Ja, er spelen voor ons zeker een aantal belangrijke dingen. En kijk, wij hebben denk ik een aantal uniekheden. En dat zal voor iedereen een beetje anders zijn. Maar wij zijn eigenlijk een bedrijf die uit vrij veel verschillende werkmaatschappijen bestaan die door acquisities bij elkaar zijn gekomen en daar op een hele natuurlijke manier dus al heel verschillende regelingen hebben. Dat is één. Dat is wel een rode draad. In al die bedrijven zijn wij heel mensgedreven in de zin is dat in wezen uren verkopen de kern van onze business is. Dat is al wat aan het veranderen, maar als je het toch maar even makkelijk houdt, dan is het toch ontzettend mensgedreven. En de nadenken over compensatie en pensioenen zit bij ons in de context van wat we breder met die talentpool
eigenlijk willen doen. En wat we eigenlijk steeds meer aan het doen zijn, dat we één bedrijf aan het worden zijn. En dat we het ook makkelijk willen maken voor ons talent om over te stappen van de ene werkmaatschappij waar ze bijvoorbeeld marktonderzoek deden, naar een volgende werkmaatschappij waar ze mediaplanning kunnen doen. En op het moment dat je die overstap dan maakt, je een onderdeel van die overstap is eigenlijk naar een ander pensioenstelsel overstappen, dan breng je gewoon een belemmering in. En vrij snel wilden wij die aanpakken, wilden we die belemmeringen zo laag mogelijk maken. En een van de dingen die we uiteindelijk daarvoor gezegd hebben is van ja, als we allemaal naar hetzelfde systeem gaan en daarmee ook allemaal naar het systeem van de toekomst. Misschien zullen we later wel even over onze afwegingen hebben van hoe en wat we gedaan hebben. Maar dat is een belangrijke drijfveer voor ons geweest om op dat pad te gaan om toch al vrij vroeg te gaan onderzoeken of dat we naar het systeem van de toekomst konden overstappen. Ja, helder. Dus even kort gezegd, jullie nieuwe werknemers komen al direct in een flatpremie, een vlakke premie terecht. Dus dat is eigenlijk al in lijn met eigenlijk wat het wet toekomstpensioenen voorstaat. Maar jullie bestaande werknemers, ik heb begrepen, iets van 12 entiteiten, dus eigenlijk ook zo van ook verschillende regelingen. Daar wil je naar gaan kijken van hoe kan ik die ook naar die situatie overbrengen? Ja, ik denk dat we nu 12 entiteiten hebben, dat we een paar jaar geleden eerder in de buurt van de 20 zaten. Okay. Dus we proberen ook dat de complexiteit wel wat terug te brengen. Maar inderdaad, dat is zo. En tegelijkertijd hebben wij ook, omdat we in wezen dus een hele grote marketingafdeling zijn voor bedrijven, betekent het dat we ook het verloop hebben wat eigenlijk bij dit soort type talent hoort. En eigenlijk met een verlooppercentage van krap onder de 20%... Betekent het bij ons in de afwegingen destijds dat op dat moment overstappen eigenlijk gewoon financieel qua compensatie ook geen haalbare kaart was. Maar door al één systeem voor alle nieuwe medewerkers, voor alle verschillende werkmaatschappijen in te stellen, wisten we dat we in 2-3 jaar tijd rond de 50% van onze mensen al in het nieuwe systeem zouden hebben. En dat zijn dan net precies de type mensen die je na zo'n periode eigenlijk naar een volgende baan wil helpen. Dus eigenlijk door dat te doen konden we een groot deel van ons doel toch in een afzienbare tijd alsnog realiseren. Helder, we gaan daar dadelijk nog, denk ik, nog iets dieper op in. Ellen? Als ik kijk naar de pensioenwereld, hè, pensioenfondsen dienen ook te compenseren vanwege het feit dat de doorsneepremie wordt afgeschaft. Daar kan veelal gebruik gemaakt worden van het vermogen wat er is om dat in te kunnen zetten, om de compensatie te kunnen faciliteren. Moet natuurlijk allemaal op een evenwichtige basis plaatsvinden. Maar goed, we hebben veel meer type pensioenregelingen in Nederland die niets te maken met pensioenfondsen. Net zoals WPP. Dat zijn gewoon verzekerde regelingen, bestaande regelingen, regelingen die niet te maken hebben met een bestaande buffer waar uitgeput kan worden om te kunnen compenseren. Wat zie jij in de markt hoe op dit moment werkgevers daarmee omgaan om te kunnen compenseren? Nou, waar we eigenlijk mee beginnen is het inzichtelijk maken. Dus wat heeft een werkgever nu voor een regeling? Wat betekent dat voor de uitkomst van het pensioen voor die specifieke deelnemers? En wat als je over zou stappen naar het nieuwe systeem? Wat is daar de pensioenuitkomst van? Dus daar zit een verschil in. En dat verschil moet je eigenlijk compenseren. En dat is waar we nu veel mee bezig zijn, om dat inzicht te geven aan die werkgevers. En hoe kun je dan die compensatie, hoe kun je dat dan vastleggen, opstellen? Dat is niet vast omlijnd. Daar zijn verschillende methodes voor. Maar door dat inzichtelijk te maken, heeft een werkgever wel een idee aan welke kosten moet ik denken. En ook qua niveau van pensioen, hè, voor de deelnemer in de nieuwe regeling, waar heb je het dan over? Dat zijn eigenlijk de beginstappen bij dit soort trajecten. Ja, helder. Even inzoomend weer op WPP, Erik. Ja, wat jij eigenlijk net aangaf, kreeg ik een beetje het gevoel. Ja, er zitten toch wel wat aspecten die in de termijn anders kunnen zijn. Hè?
Je hebt misschien als wens vanuit het bedrijf, ja, ik wil iedereen onder eenzelfde premie kunnen onderbrengen, ook je bestaande werknemers. Maar de factor tijd speelt daarbij een rol in. En dat wordt vaak ingegeven ook vanuit financiële componenten. Want compensatie betekent feitelijk, ja, er moeten ook middelen voorhanden zijn. Kun je er iets meer over zeggen in welke fase jullie daarin zitten? Ja, zeker. Het was toch een, als ik terugkijk naar waar we stonden, dus een paar jaar geleden, het was toch echt een forse som geld die op tafel lag. En even om los, te kunnen compenseren. Om te kunnen compenseren. Ja. En los van de vraag van of dat je dat geld helpt of niet. Wij zijn een bedrijf, maar ik denk zoveel bedrijven zijn in de strijd om hele goede medewerkers te hebben die ook wat langer willen blijven. Dus je wil een heel interessant pakket hebben. De eerlijkheid is natuurlijk is dat pensioen bij heel veel mensen niet bovenaan hun prioriteitenlijstje staat. Dus waar je je geld als bedrijf aan wil uitgeven om dat beste talent binnen te halen en aan je te binden, dat kan je ook maar één keer uitgeven. En als ik ernaar kijk, dan moet je zeggen van een grote som neerleggen voor compensatie, waar eigenlijk niemand heel erg mee bezig is, versus beloningselementen waar mensen zeer mee bezig zijn. Ja, dan valt het al vrij snel uit natuurlijk naar dat laatste. Dus ga je andere wegen proberen om toch gewoon je doelstellingen te bereiken. Wat wij dan in ieder geval hebben gedaan door alle nieuwe medewerkers erin te stoppen. Waar we nu opkomen is natuurlijk een afweging die veel meer gaat over kunnen we de complexiteit in het bedrijf verder terugbrengen? Welke benefits zijn daaraan verbonden? En kunnen we daar eigenlijk zo de kosten van de compensatie ergens komt er het punt om dat tegen elkaar te kunnen wegstrepen? En een hele discussie over wat is fair naar je mensen? Omdat je natuurlijk toch verschillende groepen creëert. Dus even los van dat iedereen gewoon willens en wetens zijn contract op de dag 1 of ergens daarvoor getekend heeft. Maar je wil niet alleen dat het een goed pensioen is voor mensen, maar je wil ook dat het fair is tussen de verschillende groepen. En dat is een onderwerp op zich. Ja, nee, ik beluister hier dus de afwegingen van, goh ja, het zou zo mooi zijn als niet alleen nieuwe werknemers, maar ook bestaande werknemers eigenlijk, omdat het onderdeel is van je totaalbedrijf, iedereen in eenzelfde soort regeling moet zitten, een pensioenregeling moet zitten. Van de andere kant, dat betekent dat je misschien bepaalde groepen moet gaan compenseren, maar dan komt een financiële aspect bij kijken. En wat daar misschien wel in helpt is, ja, op het moment dat je op een later moment je overstap gaat maken om voor je bestaande werknemers naar een vlakke premie te gaan, dan zijn in ieder geval misschien een deel van je bestaande werknemers al vertrokken. Hè? En dan wordt misschien de kop, hoogte van de compensatie al wat lager. Ja, dat is wel voor mij een beetje de spijker op de kop in de discussie tussen zeg maar een bedrijf leiden en dat proberen zo goed mogelijk te doen voor je klanten en voor je mensen. En denk ik de technische kant van die compensatie, zoals ik die heel goed begrijp. We hebben veel gesprekken met jullie daarover. En Ellen en ik hebben daar heel close contact over op zeer regelmatige momenten in het jaar. Dus ik begrijp de technische kant dat je de compensatie uitrekent tot het einde dienstverband. De werkelijkheid is dat wij een gemiddelde duur hebben van dus rond die 5 jaar. Dus er ligt iets op tafel om te compenseren tot einde dienstverband. Terwijl dat, het is natuurlijk een verdeling in een populatie, maar dat deze populatie helemaal niet tot einde dienstverband hier is. En waarom zouden we dat dan? Is dat dan logisch of is dat dan fair dat we tot einde dienstverband compenseren of er iets tussenin? En wederom, fair is ook fair ten opzichte van de verschillende groepen. Dus het kan zijn is dat compensatie daarmee bij de grote gedeelte van het bedrag bij een zeer beperkte groep mensen uitkomt. Terwijl ik ernaar kijk van waar wil ik eigenlijk als we extra wat op tafel leggen voor onze mensen, wat vind ik eigenlijk fair waar we ons geld dan, hoe we ons geld dan verdelen. Helder. Hey, Ellen, we hebben het over het thema compensatie. Hoe wordt een compensatie eigenlijk vastgesteld, berekend? Erik gaf eigenlijk al een beetje die voorzet. Hè? Je kijkt eigenlijk naar het pensioen wat iemand kan ontvangen op pensioendatum. Jij had het over einde dienstverband, dat je daarnaar kijkt. Maar eigenlijk kijk je hem nog verder. Want je kijkt alsof iemand in dienst blijft tot leeftijd 68, hè? Pensioenrichtleeftijd. En daar focus je op en dan bereken je beide uit. Hè, de oude situatie, nieuwe situatie. En dan is er een verschil. Hè, meestal is er een verschil.
Vervolgens moet je dat verschil goed maken. Maar daar begin je nu al mee om daar een bepaalde inleg voor vast te stellen. Maar goed, die inleg gaat er dus wel van uit dat iemand dus blijft werken tot zijn 68ste bij het bedrijf. Met een aanname van een bepaalde index, van loon, inflatie. Ja, en dat zijn de dingen die natuurlijk die je nu vaststelt, wat over 2 jaar alweer helemaal anders kan zijn. Ja. En dat is het lastige aan het compensatievraagstuk. Ja. De laatste 3 jaar iemand gehad die dat gehaald heeft bij ons. Wat op zich een onderwerp op zich is. Dit is een zeer jonge industrie. Ja. En daar kan je zeker, daar kan je ook een hele podcast mee vullen. Ja. Of dat eigenlijk wel zojuist is. Maar ja. Hebben we iemand de afgelopen 3 jaar gehad die 68 heeft gehaald? Nee, de mensen die nu richting pensioen gaan, dat zijn eigenlijk allemaal werknemers die al lang in dienst zijn, maar die besluiten om er eerder mee te stoppen. En dat is rond 64, 65. Ja. Dus die 68-jarigen zijn we nog niet tegengekomen. Nee. Maar jullie hebben eigenlijk al hier en daar op individuele basis al met compensaties te maken. Kijk, als een werknemer overstapt van de ene entiteit naar de andere entiteit. Dus die zit nu in een andere regeling en die gaat net zoals nieuwe werknemers naar een vlakke premie toe. Dus daar wordt eigenlijk al compensatie voor toegepast. Ja, klopt. Ik weet binnen WPP hebben jullie geen ondernemingsraad, centrale ondernemingsraad. Maar hoe gaan jullie daarmee om met het thema compensatie, het gevoelig thema in het kader van de medezeggenschap? Dat is absoluut een groot dilemma als ik daarnaar kijk. Omdat we meerdere keren eigenlijk hebben gekeken of dat we toch niet tot een ondernemersraad zouden kunnen komen. Maar je moet uiteindelijk ook wel mensen hebben die vooruit willen stappen en dat ook daadwerkelijk willen doen. Dat is bij ons niet het geval geweest tot nu toe. Dus ja, het alternatief wat je dan doet is dat je toch rond belangrijke momenten probeert een vertegenwoordiging te organiseren. In ieder geval rond het onderwerp. En je probeert heel goed je communicatiemomenten te organiseren. En dat zijn algemene informatierondes. Maar we hebben ook meerdere keren de afgelopen jaren voor hele specifieke deelgroepen. Bijvoorbeeld de 55-plussers die toch wat meer met hun pensioen al bezig waren, georganiseerd. Die hele andere vragen hadden dan wat toch een beetje ons gemiddelde is van de 28-jarige, 30-jarige die misschien op die algemene bijeenkomst kwam, maar misschien ook niet. Ja. Ja, snap ik. Kijk, in dat kader ook, als werkgever zijnde die een afweging moet gaan maken van goh, ga ik integraal met mijn werknemers ooit toe naar een vlakke premie of pas ik de eerbiedende werking toe? Even voor jou, Ellen, de stelling. Hè? Ik als werkgever kies voor de eerbiedende werking, want dat levert voor mij de minste weerstand op. Heb ik ook met de medezeggenschap, maakt het me allemaal makkelijk en ik hoef niet te compenseren. Hoe kijk je tegen die stelling aan? Goede stelling die natuurlijk meerdere kanten op kan. Kijk, vanuit werkgeversoogpunt, die wil eigenlijk die compensatie ontwijken en niet in de discussie of het gesprek aangaan met die deelnemers. Dus dan krijg je 2 regelingen in feite. Maar kijk al naar de werknemers op de werkvloer. Het is natuurlijk niet ideaal dat iemand tegenover jou zit of naast je zit die al langer in dienst is en een hele andere pensioenregeling heeft. Dus dat is dat is geen ideale situatie. En administratief gezien kost het toch ook wat meer. Heeft het wat meer, is het bewerkelijker voor de adviseur, voor verzekeraars. Het zijn eigenlijk wel allemaal dubbele administraties, dubbele documenten, juridische stukken. Je kan ook niet 1 keer per jaar bijvoorbeeld zeggen, we gaan de hele groep bij elkaar halen en we praten iedereen even bij. Nee, want er zijn meteen weer 2 groepen. En dan wordt het wel heel zichtbaar dat er een groep is die recht heeft of deelneemt aan een oudere regeling en een nieuwe groep die een andere regeling heeft. Ja. En dat is maar de vraag of je dat als werkgever wenst. Of dat wenselijk is. Ja. Tweede is natuurlijk waarschijnlijk niet wenselijk. Maar het gaat wel om de uitvoerbaarheid om er 1 regeling van te maken. Die complexiteit. En dat is wat hier heel erg speelt. Ze willen wel, heel graag zelfs. Alleen, er hangt er wel een flink prijskaartje aan. Ja, maar van de andere kant zit natuurlijk voor WPP in dat kader. Hè. Als je zoveel type regelingen hebt met allemaal uitvoeringskosten en alles wat erbij komt kijken, zit er ook een duidelijk besparingselement in, hè, voor de lange termijn. Kijk, korte termijn zit er natuurlijk een financiële aspect aan voor de lange termijn.
werkt dat, is het consistenter, eenduidiger en kostenbesparend. Dus dat is een beetje de balans waar je denk ik goed naar moet kijken. Welke afweging maak je erin en wat is voor het bedrijf het beste? Ja, kijk, je wil volgens mij over, even in algemene zin. Alleen niet tegen elke prijs. Ja. En om meerdere gewoon belangrijke redenen, om gewoon een inderdaad uitvoerbaar systeem te hebben, dat het simpel is. Nu is het, de eerlijkheid is ook, het kost ons toch wat managementtijd extra, omdat we continu aan dit moeten bespreken, om te kijken, krijgen we gewoon vooruitgang. Dat besteden we, als we heel eerlijk zijn, toch liever aan marketing, aan hele mooie campagnes maken, aan onze mensen en onze klanten. No offense naar het vakgebied, maar jullie zullen begrijpen wat ik daarmee bedoel. Dus om die reden al, je wil het inderdaad, wat je aanhaalt, het moet wel fair blijven naar onze mensen. En of dat we daar nou heel veel klachten over krijgen, wat niet zo is. Maar daar staat toch nog zoiets als het juiste doen. En die kant speelt in mijn ogen ook enorm mee. Dus ik denk dat het pad, wij hebben een aantal specifieke keuzes gemaakt, waardoor dat wij denken dat we naar het punt gaan komen, is dat het compensatiebedrag eigenlijk zo ver omlaag gebracht is door vroeg te schakelen, door gebruik te maken dus van de verloop wat we hebben, door een aantal pension schemes waar nog maar heel weinig mensen in zaten op te gaan, om te gaan ruimen, op die manier gewoon dan een planmatig stap voor stap naar een punt toe te werken dat eigenlijk de voordelen gaan opwegen tegen die compensatie, omdat dat compensatiebedrag moet, technisch, snappen we allemaal, maar ook zijn haken en ogen heeft in zowel een uitvoerbaarheid of dat nou eigenlijk zo ver is ten opzichte van alle andere mensen. Dus ik denk als je het uitgangspunt neemt, is dat je naar het punt toe wil werken van ja, welke middelen heb je in je handen? En daar is het advies gewoon cruciaal voor. Daar hebben jullie ons echt ontzettend goed geholpen om gewoon die afweging in beeld te brengen. Ellen had het al over, het eerst gaat het om gewoon om het punt te weten van waar sta je, daar begint het mee. En om dan vervolgens een aantal richtingen aangereikt te krijgen, waarvan sommige passen bij onze bedrijfsvoering en andere niet. Maar uit die alternatieven hebben wij nu een pad gekozen dat ik denk dat we dat punt ergens in de komende 2 jaar toch gaan bereiken. Ja, heel mooi, heel mooi. We naderen inmiddels al het einde van de podcast. Toch wil ik de luisteraars meegeven misschien wat tips vanuit jullie kant. Hè? Erik, wat zou jij de luisteraars willen meegeven in het kader van dit thema? Ik denk je beseffen dat we gewoon naar het systeem van de toekomst over moeten. En dat eigenlijk als uitgangspunt te kiezen en dan te beginnen om gewoon een plan te maken. Helder. En voor jou, Ellen? Wat? Nou, daar vul ik graag op aan, want dat plan maken, ik denk dat dat het belangrijkste is. En wacht daar niet te lang mee. Want er zijn heel veel keuzes te maken, dingen te overwegen, partijen die erbij betrokken moeten worden. Dus ga daarmee van start. Hoeft nog niet de keuze te maken, maar begin ermee. Kortom, begin er tijdig mee. Het vergt, wat is ook in een aantal dossiers waar ik zelf bij betrokken ben, het vergt gewoon in praktijk meer tijd dan dat je voor ogen hebt. Het is gewoon een complex thema. Er zijn diverse stakeholders bij betrokken. Ik vind het erg gezellig met jullie, maar kijk uit naar het punt dat we het ook bereikt hebben. Ja. Goed, luisteraars, dan zijn wij aan het einde gekomen van deze podcast. Dat was podcast nummer 3. Er komt ook nog een 4e podcast met het thema communicatie in het kader van de wet toekomstpensioenen. Ik wil Erik en Ellen hartelijk bedanken voor jullie bijdrage hieraan. En luisteraars, tot de volgende keer. Dit was de pensioenpuzzel. Meer weten over de pensioentransitie en wat dit voor jou als werkgever betekent? Schrijf je dan in voor de grote Pensioen Roundtable op 5 juni. En heb je na het luisteren van deze podcast nog vragen? Neem dan contact op via eon.nl/pensioen. Bedankt voor het luisteren.